Ja, beste mensen, welkom hier in Dalfsen. Ik zou zeggen, welkom schatgravers, maar ook pottenkijkers op deze prachtige mooie dag. Dus we hadden het niet beter kunnen wensen om met name dit project met zonneschijn te beginnen. Ja, we staan hier toch op een hele bijzondere plek. Hier, waar in 2015 het grafveld van de Hunnebedbouwers is gevonden. En het was een zeer bijzondere, maar ook interessante vondst. Tot slot wens ik de schatgravers, maar ook de pottenkijkers, een boeiende tijd. En ik hoop dat de grond nog een paar unieke schatten mag prijsgeven. In 2015 werd hier in Dalfsen een hele bijzondere vondst gedaan. Of eigenlijk meerdere vondsten. Vondsten 5500 jaar geleden. En daarmee werd een flink deel van de geschiedenis van Dalfsen blootgelegd. En wat uniek is, er is een tweede fase. En die is vandaag begonnen. En Klaas Agricola die heeft samen met wat andere mensen het startsein gegeven voor 4 weken lang opgravingen hier in Dalfsen. U heeft de outfit al aan. U gaat zelf ook graven nog? Nou, het is de bedoeling wel dat ik de komende weken hier eens een keer de middag ook naartoe ga en de schop ter hand neem. Want ik vind het wel interessant om eens een keer ook zelf te ervaren wat het is om mee te graven. Nou, het is allemaal heel bijzonder. Kijk, wat je net ook zegt, er zijn hier vondsten gedaan die erop wijzen dat er 5000 jaar geleden hier al mensen woonden. Dus dat is vrij uniek. En met name, men had nooit verwacht dat de hunnebouwers met zulke grote getalen hier woonden. Het was altijd zo, de hunnebedbouwers woonden in Drenthe. Maar het blijkt dat ze hier zaten. En wat gevonden is, wat ze hebben achtergelaten, wat we zelf wel noemen de kleine cadeautjes, is heel bijzonder. Dit hadden we niet verwacht. Nou, er zijn ook graven gevonden uit de Merovingische tijd. En dat wijt, of dat lijkt erop dat het toch een soort met koningsgraaf is gevonden. Dus mensen die zich in de hoogste kringen in heel Noordwest-Europa in die kringen bewogen. En dat kon men zien aan dus de vondsten die in die graven zijn gevonden. Naast dus natuurlijk de silhouetten van de mensen die begraven zijn. Maar barnstenen, kralen, kettingen, mooi glas enzovoort enzovoort. Bjorn Sillen, geen onbekende in het vlak van Dalfsen. Je bent bekend van de musical Wortels onder andere. Je loopt hier vandaag rond met camera en microfoon. Wat ben je precies aan het doen? Ja, we gaan een vlog maken hierover. Dat wil zeggen, een meisje, Lilian, gaat aan de slag. En ik maak alvast wat voorbereidende beelden. Want zij gaat dit hele gebeuren verslaan in een vlog tot en met oktober. Als de opgraving voor de kinderen opengesteld wordt. Betekent dat ook dat het een beetje een voorbereiding is op een andere musical? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Goed idee trouwens, ik ga er eens over nadenken. Het is heel bijzonder, hè? Want er wordt gewoon een stuk van de geschiedenis van Dalfsen weer blootgelegd. 1,5 meter onder het maaiveld, daar ligt zoveel historie. Ja, klopt. Ja, wat gaat hier weer gevonden worden? Ik was erbij toen iets van 136 potten de grond uitkwamen, trechterbekers. Nu weer, ik ben heel erg benieuwd. Het ligt in het verlengde van een stuk waar heel veel gevonden is. Alles kan. Maar ook, we kunnen ook niets vinden. Superspannend. Ad Goudbeek. Altijd een tweedjasje aan. Altijd een manchesterbroek. Heel herkenbaar. Wat verwacht u vandaag te vinden? Nou, toch een vervolg van verleden jaar. En dat er nog wat aanvullingen komen, hè, op vragen die er nog zijn. Hè. En welke vragen heeft u dan over? Gewoon over hoe de mensen hier leefden. In wat voor verhouding. Wat ze hebben achtergelaten. Hoe groot de woningen zijn. Zijn er nog woningen te vinden? Plattegronden. En dat is wel heel bijzonder, om daar wat meer zicht op te krijgen. En de spanning, ja, dat is de drijfveer van alles. Hè? Ja, hoe hebben de mensen zich hier staande weten te houden in het landschap zo'n 5000 jaar geleden? En dat is zo bijzonder. Hè? Ja. U bent amateur historicus, als ik het zo mag nemen. Amateur archeoloog. U bent een van de oprichters van de historische kring Dalfsen. Dit betekent heel veel, hè, voor Dalfsen. Ja, toch wel, ja. En niet alleen voor Dalfsen, maar voor heel Nederland. Want het is wel iets zo uniek dat er zoveel van diezelfde materie gevonden wordt. Want jaren geleden had ik al op verschillende plekken langs de Vecht wat trechterbeerscherfjes gevonden. Maar er waren maar kleine stukjes. Dus dat waren al aanwijzingen dat die mensen van die hunebedden hier toch al aanwezig waren. Alleen al door die paar scherfjes die we gevonden hebben langs de Vecht. Maar we vroegen ons toen af, ja, die mensen zijn nog een keer
overleden. Die zijn ergens begraven. Ze hebben ergens gewoond. En dat was juist het mooie, de kers op de taart. Van nou, hier hebben we het nu eindelijk. Maar een vraag was, hier hebben ze gewoond. Hier hebben ze begraven. En nu is de vraag, ja, hoe, op welke manier? En wat waren de verhoudingen met het landschap? Want die mensen hadden beter in de gaten dan wij hoe het landschap in elkaar zat. Kijk, als mensen hier in Dalfsen komen wonen, ja, dan is het hele landschap vreemd voor hun. Maar hun gingen hier naar het landschap toe om te overleven. Dat wil zeggen, voedsel verzamelen, zich te wonen en gezinnen te stichten. Nou, en er was wel meer voor nodig dan alleen maar een klein beetje eten verzamelen. Nee, ze moesten ook gewoon het landschap goed kennen, zodat ze precies wisten waar de bramen stonden, waar de hazelnoten groeiden, waar de vis het meest voorkwam en het wild. Dus die mensen waren gewoon vergroeid met het landschap. Het gedeelte waar we nu staan, ongeveer een voetbalveld groot. Aan de zijkant worden nieuwe huizen gebouwd. Daar liggen natuurlijk ook dingen onder, denk ik dan. Ja, zeker. Want dit is gewoon een uitloper van een van de rivierduinen langs de Vecht. De rivier de Vecht, die slingen door het landschap. Links en rechts heb je een hele keten van rivierduinen, gevormd door wind, door water. En dat gaat er in Duitsland door. En door al die rivierduinen hebben de mensen zich wat bezig gehouden. Zo heb ik aan de andere kant van de Vecht ook een plek gevonden van het middensteentijd, dus van de rendierjagers nog. En er zijn 3000 stukjes vuursteen gevonden in Hessem. En dat is ook zo'n plek waar ze een zomer hebben verbleven. Hè? Want er waren echt trekkende mensen die in de winter naar het zuiden gingen en in de zomer weer naar die plekken langs de Vecht gingen wonen. Eigenlijk een soort nomaden. Ja, zo is dat. Rendierjagers die dan tegelijk ook voedsel zochten, knollen, vruchten, bessen. Over 4 weken wordt het hier afgesloten, zeg maar. Bent u alle dagen hier? Nou, alle dagen is een tweede, maar ik kom wel regelmatig kijken hoe ver ze zijn en wat er gevonden is. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, ja. Dit is wel een hele speciale troffel. Ja, nee, dit is geen metseltroffel. Deze zijn speciaal gemaakt voor archeoloog en deze komen uit Engeland. En die worden heel veel gebruikt in Nederland. Volgens mij bijna iedere archeologie-student heeft er wel eentje. En dit is die van mij. Ja, dit is wat anders dan zo'n schep waarmee de wethouder net dit opende. Ja, nee. Deze gebruik je voor iets meer specifiekere taakjes inderdaad. Die scheppen die gebruiken we eigenlijk om het vlak gewoon te schaven. Maar zodra we toen 2015 trechterbekers tegenkwamen, konden we deze gebruiken om heel voorzichtig zand weg te schrapen. Dan kun je heel precies werken. Hele dunne laagjes zand afschrapen. En ja, dan gaat het allemaal iets secuurder mee. Gaat iets minder bot. Dan heb je wel even werk om dit af te graven met die te. Ja, nee, gelukkig doen we dat niet in Nederland. Dag Nick de Ruiter. Hoi, hoe oud ben jij? 10. 10. Volgens mij ben jij de jongste deelnemer vandaag, of niet? Dat denk ik wel. Hey, hoe ben je hier terechtgekomen? Iemand die mijn moeder kent, die zag in de krant, zag er dat staan dat de vrijwilligen meedoen aan de Schat van Dalfsen. En toen heeft mijn moeder aan mij laten lezen en toen hebben ik en mijn vader me opgegeven. Hey, en waar kom jij vandaan? Uit de Koekoek. Uit de Koekoek, dat is vlakbij IJsselmuiden, klopt dat? Ja, ja, dat klopt. Ja. Hey, nou ben je hier terechtgekomen. Ga je nou ook 4 weken lang ga je hier graven? Nee, voor 1 dag. 1 dag? Ja, maar heel misschien nog meer. Heel misschien. Lijkt mij wel, hè, want je hebt je hebt net wat gevonden, hè? Ja, klein beetje. Zo'n heel klein stukje ijzer. En wat heb je nog meer gevonden? Want je hebt een spoor gevonden, hè? Karrenspoor. Niels Bouwma, je loopt te stralen. En volgens mij ga je dat de komende 4 weken ook doen. Nou ja, absoluut. Het is altijd weer een genot om terug te komen in Dalfsen. Waar we natuurlijk voor het eerst al in 2012 waren met de proefsleufjes. Nog niet wetende wat er daar allemaal nog het gevolg van ging worden met de opgraving in 2015. We hadden daar natuurlijk wel een bepaalde verwachting bij, maar niet dat het zo groot zou worden als toen. En nu zijn we weer terug. Je hebt een prachtig voorwerp in jouw handen. En dat is een grafgift. Vertel er eens wat over. Ja, dit is een grafgift. Die hebben we in 2015 ontdekt bij de ontdekking van het Trechterbeke grafveld. Dat het grootste grafveld uit die periode voor heel West-Europa bleek te zijn. 140 grafkuilen hebben we. Ongelooflijk veel grafvondsten. En dit is toch wel een van de absolute spektakelstukken uit die opgraving, gevonden in een graf. Tezamen met 5 trechterbekers. Het rijkste graf dat we in het grafveld gevonden hebben. Een prachtige polijste stenen hamerbijl. En het ziet er nog uit als nieuw, alsof het gisteren gemaakt is. Het is puntgaaf, het is prachtig gepolijst. Het steelgat van binnen is helemaal glad. Het is echt ongekend dit.
Je zou eigenlijk niet eens willen weten hoeveel tijd iemand hierin heeft moeten stoppen. Dat moet echt monnikenwerk geweest zijn om zoiets prachtigs te maken. En het is niet eens gebruikt. Er zitten geen gebruikssporen op. Er is geen boom mee omgehakt. Er is geen dier mee geslacht of afgemaakt. Het is bijna gemaakt om mee te geven in iemands graf. Het is ongekend. Jij bent van ADC Archeoprojecten. Er lopen hier ook studenten rond. Wat is hun rol? Ze hebben een begeleidende rol. Dus omdat ze zelf de technieken van de archeologie, het opgraven, beheersen, kunnen ze uitstekend assisteren bij deze opgraving. En ten tweede is dit ook een unieke mogelijkheid, omdat het een publieksopgraving is. We graven hierop met het publiek. Dat ze ook kennis maken en ervaring opdoen met publieksbereik, aansturen van mensen. Wat er allemaal bij komt kijken, ook qua eventuele media-aandacht, persaandacht. En ja, supermooi project ook voor hen. Ik begreep dat onze jongste deelnemer al wat heeft gevonden. Ik zag inderdaad Niek net een vondstzakje omhoog houden. Dus hij heeft iets gevonden inderdaad. Hij had het ook over een karspoor en een stukje ijzer. Maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal even goed in de gaten houden. Maar volgens mij heeft hij het enorm naar zijn zin. Ja, absoluut. Nou zie ik hier op dat stuk grond waar dan wordt gegraven. Ik zie allemaal donkere vlekken. Als ik als leek zeg van nou, er heeft gewoon een bos gestaan. Nou ja, dat voor ten dele is dat ook echt waar inderdaad. We zitten hier niet in de dorps- of stadskern. We vinden geen funderingen, geen bakstenen, waterputten. De meeste sporen en vondsten die we hier doen, die zijn veel ouder dan dat. Soms al 5000 jaar oud, misschien al wel ouder. En ja, boerderijen, gebouwtjes, waterputten waren van vergankelijk materiaal. Die waren gemaakt van hout, vlechtwerkwanden, misschien afgesmeerd met leem. Ja, dat heeft eigenlijk heel slecht, is heel slecht bewaard gebleven. Gewoon omdat het zand is droog, het is zuur, het ligt er al duizenden jaren. Ja, en een baksteen, indien goed gebakken, die blijft altijd wel goed. Hooguit breekt die in tweeën. Maar ja, dit is allemaal heel vergankelijk. Dus dat soort sporen vinden we niet meer terug. Misschien is het hout zelfs wel hergebruikt, opgestookt. En dan vinden we eigenlijk alleen nog maar de plek terug waar mensen palen hebben ingegraven. En op een gegeven moment zien we inderdaad meerdere palen op een rij met een tegenhanger aan de andere kant. Dan weten we, daar heeft een boerderijtje gestaan. Maar het lastige van ons vak is dus ook weer dat alles speelt zich af op hetzelfde niveau. Als we op het gele tot lichtgrijze zand zitten, dat is het zand dat hier al duizenden jaren ligt. Maar niet alleen de mens heeft daar zijn sporen in achtergelaten, maar ook de natuur. Bomen die er gestaan hebben, bomen die zijn weggerot, omgevallen. We hebben te maken met diergangen, dat kunnen mollen, konijnen, tot soms wel dassen aan toe zijn, die de grond helemaal doorwoeld hebben. En dat soort gangetjes en hollen kunnen we ook terugvinden. En ja, helaas soms ook dwars door archeologische sporen heen, want blijkbaar vond de mol zo'n humeuze paal of paalkuil ook erg interessant. En dan wordt het voor ons weer wat lastiger te vinden, maar ja, al die verkleuringen die wijzen ergens op. En dat is of door de mens gemaakt of door de natuur. Die zuurgraad van de grond, hè? Heeft dat ook tot gevolg gehad dat er bijvoorbeeld geen menselijke resten zijn gevonden? Dat speelt zeker mee inderdaad. Dat in dit soort zandgronden blijft botmateriaal, organisch materiaal ongelooflijk slecht bewaard. En dat hebben we in 2015 al gezien. We hebben ongelooflijk veel grafkuilen gevonden. En eigenlijk vonden we alleen maar de afdruk, het silhouet van de overledene terug in de kuil. Als een verkleuring. En de vormen waren te herkennen. Je zag de schedel, je zag de opgetrokken knieën, je zag het bekken. Maar van het bot was nauwelijks iets bewaard. En we hadden wel twee grafkuilen, Trechterbeker grafkuilen, 5000 jaar oud, met iets van de onderkaak, tanden en kiezen of daar de kapsels van. Die zijn het hardst, die blijven het langst goed. Maar helaas was dat te weinig om verder onderzoek te doen of DNA-onderzoek te doen. Omdat bij wijze van bij het oppakken verging het al tot stof en was het weg. Ja.